Impact for Marketing beschikt over uitgebreide gereedschappen om e-mailberichten en nieuwsbrieven te maken. Daarvoor klik je op zend e-mail en dan zie je aan de linkerzijde de e-mail builder. Dat is om responsive e-mail nieuwsbrieven te maken op basis van schablonen. Of je kiest voor de e-mail composer. In de e-mail composer heb je uitgebreide gereedschappen om de e-mailberichten te maken. Dan maak je je eigen schablonen aan. Door bijvoorbeeld afbeeldingen te kiezen. Naar de server te verzenden. Beetje rood uiteraard, 800 pixels, 250 pixels hoog. Zorg dat het niet vergrendeld staat, anders gaat hij hem uit verband halen. De breedte en de hoogte. Oké. Als kun je lijnen toevoegen. Je kunt teksten typen. Kopiëren vanuit een ander programma. Je kunt zelfs de droncode bekijken. Voor de cracksonders. Let wel, deze nieuwsbrieven zijn niet responsive. Dat betekent dus dat ze minder goed worden weergegeven op de, bijvoorbeeld een mobiel device, zoals een mobiele telefoon. En je kunt als je wilt razendsnel op deze manier een eenvoudige e-mail maken die voornamelijk goed gelezen zal worden op PC's. Beter is het om de e-mailbeelden te gebruiken van Impact. Het is direct op basis van schablonen. Het is helaas niet compatible met de variant Internet Explorer. Gebruik dus Chrome of Firefox als je e-mail nieuwsbrieven wilt maken die responsive zijn. Goed worden weergegeven op de mobiel. En op de tablet. Het werkt met een aantal makkelijke stappen. De eerste stap is, je kiest je layoutvorm. Wil je een 1 kolom, een 2 kolom? Wil je kolom rechts, wil je 3 kolom? Je selecteert een van de varianten of meerdere tegelijk. Dat kan ook. Klik de next step. En dan zie je de bijbehorende schablonen. Die 1 of 2 kolom in dit geval zijn. Je kunt daar nog kiezen voor thema's. Om makkelijker te sorteren. Vervolgens kies je op een schabloon wat het beste past bij jouw ideeën. Of je layout of je stijl in de website bijvoorbeeld. Je kunt in de eerste stap meteen al zien wat het effect zal zijn. Op een mobiele telefoon. Je ziet dat hij responsive is. Hij schaalt keurig naar het formaat van een mobiel. Je kunt ook meteen, als je wilt, zeggen: nou, ik wil toch iets ander lettertype. Laten we bijvoorbeeld een verdaan letter maken. Kan. Je kunt de kleur nog wijzigen als je zou willen. Klik op color. Je moet het even blauw maken. Je ziet er meteen wijzigen aan de rechterzijde. Als je wilt kun je ook social media buttons plaatsen op onderaan of bovenaan je e-mail nieuwsbrief. Meestal zou je onderaan willen staan. Bottom. Je moet ze dan natuurlijk wel eerst even aangeven. Waar ze heen gelinkt moeten worden. Dus je moet je URL's van je social media websites of je social media links even volledig plaatsen. Van je Facebook, je Twitter account, je Google account. Klik op bewaar. Ja, bewaar je instellingen. Ook belangrijk. Vul onder je accountgegevens ook de benaderen trouwens uit mijn account. Rechtsboven. Vul niet alleen je social media accounts in, voer hier ook een goed e-mailadres in. Gebruik geen msn.com of live of gmail, want dit adres wordt gebruikt als afzender. Wat betekent dus, als iemand een antwoord wil sturen, dan gaat hij naar
dat adres wordt het bericht geretourneerd. En als je Gmail gebruikt, of MSN, Outlook, dan komt het niet meer door de spamfilter heen. Gebruik dus een domein, een bedrijfsdomein bijvoorbeeld. Jouw website.nl als voorbeeld. Ik wil even deze drie, kijk, er komen tevoorschijn. Deze buttons worden direct gelinkt aan mijn social media. Nou, ik ben tevreden over de basisvorm. Save. Hier kom ik in de content editor om tekst en beeld te wijzigen. Ik zal alvast even een naam geven. Demo 99. Caps lock van baas hier. Klaar. Zo. Klik regelmatig even op bewaren als je aan het werken bent. Dan heb je kans dat je een deel van je werk gaat kwijtraken. Natuurlijk wil je eerst je logo wijzigen. Hoe doe je dat? Dubbelklik op het logo, opent de eigenschappen van de afbeelding. Heb je nog geen afbeelding geladen? Klik dan op upload. Kies een bestand. Kies jouw logo. Klik vervolgens op naar server verzenden. En dan komt het te staan in jouw afbeeldingen. Zoals bijvoorbeeld mijn impact logo heb gedaan. Deze is uiteraard veel te groot. Dus ik zal hem even verkleinen. Maar die moet ik altijd aanvinken. Afmetingen vergrendelen. 200 pixels. Oké. Okay. Die staat erin. Het logo. Natuurlijk wil ik de headerfoto wijzigen. Die 600 pixels breed, weet ik. Ik heb hem al geladen. Via upload. Ik wil deze even doen. Zet hem op 600 pixels. Oké. Okay. Bewaar hem even tussendoor. Nu heb ik al een aardige basisvorm voor mijn nieuwe brieven. Hier staat een datum. Dan kan ik eigenlijk niet alleen een datum inzetten, maar ook bijvoorbeeld een link naar mijn website. Als ik dat zou willen. Klik op dat icoon. Hier kan ik uiteraard mijn teksten wijzigen. Let op, als je teksten wilt plakken vanuit een ander programma of van je website bijvoorbeeld, gekopieerd. Dat kan wel, maar plakken dan als platte tekst met behulp van deze tool. Plakken als platte tekst. Klik op het icoon. Plakken. Oké. Dan houdt hij namelijk zijn stijlen intact en gaat hij geen stuurcodes meesturen die je niet wil hebben. Dan heb je kans dat je namelijk het schabloon vermint. Dus zo kan ik natuurlijk alles aanpassen wat ik maar wil. Vergeet ook niet even de buttons als die erin zitten te linken naar jouw website of naar jouw pagina bij mijn beeld. Dit zou mijn basisschabloon kunnen zijn. Dat hoef ik eigenlijk maar één keer te doen. Als ik deze bewaar. Vervolgens kijk ik bij mijn e-mail schablonen. Als ik een nieuwe wil maken volgende keer, hoef ik niet weer al die stappen door te lopen. Klik ik gewoon op wijzig mijn e-mail schabloon. Ik hoef alleen maar de tekst en eventueel de afbeeldingen te wijzigen. Ik kan linkjes plaatsen. Teksten wijzigen, wat ik maar wil.
En het enige wat ik hoef te doen is dit een andere naam te geven. Bewaar als kopie. Ga naar mijn e-mailsupplanen. En vervolgens kan ik deze gewoon weer hergebruiken. Verzenden van deze berichten is super eenvoudig. Klik op send e-mail. Op relaties toevoegen als het enkele relaties moeten zijn. Kun je kiezen uit je database. Ik wil bijvoorbeeld deze, deze en deze even doen. Kan. Of je kiest natuurlijk een groep. Wat hier tussen haakjes staat is het aantal contactpersonen in die groep. En daar staat het aantal e-mailadressen die ik heb. Je moet het bijvoorbeeld zien. Ja, deze hebben wel allemaal e-mailadres. Als het getal lager is, betekent dus dat je niet van al die personen een e-mailadres hebt. Kies het schabloon. Daar is hij. En klik op verzend. Je kunt hem ook bezorgen op een later tijdstip. Vink bezorgen aan. Kies een datum. Kies een tijdstip. Klik op verstuur. En zie je dit bericht is geplaatst op geplande berichten. Daar staat hij. Ik zal hem even weghalen. En zo zie je dat je ongelooflijk veel mogelijkheden hebt met de e-mail builder of de e-mail composer. Meer over de e-mail composer. Het is echt om HTML nieuwsbrieven zelf aan te maken. Klik op de e-mail editor help. Dan krijg je alle gereedschappen te zien met de beschrijvingen erbij.